heb 160 touw. 100 wat? 160 wiet. Oh, gold. Gewoon geloot. Oh ja. Zit je nog god, Remuz? Ja, ik zit helemaal beneden op die mine. Dan moet je naar beneden gaan, gewoon geklommen. Gevallen. Vallen. Wacht, dit is toch een village, hè? Oh my god, er zit zelfs een village in die lift wat ze hebben gemaakt. Moet ik er brood van maken allemaal? Maak de helft er brood van. Oké. Ah, creeper. Ik heb je boekkasten gevonden. Neem de boekkasten maar mee. Kunnen we heel goed gebruiken voor de enchantment table. Ik zie je. Hallo, spring naar beneden. Nee. Oh, wat is dat beneden? Remuz, het lijkt iets van hout. Hoe bedoel je hout? Ja. Remuz, is dat iets speciaals dan beneden? Ja, zo'n mineshaft. Ah, oké. Maar ik vind die village hier geinig. Ik wil weten wat die villager hier binnen. Oh, zou chic zijn als hij iets bijzonders heeft. Wacht, zit de village daar binnen? Ja, dat is een lift. Zit daar binnen, wat heb je voor me? Voor 18 wiet krijg je 1 aanbrood. Hoef ik niet. Koeien. Ik heb hier koeien. Waar is de blacksmith? Grote koeien, maar ik weet niet of een blacksmith is. Zit die guys te zoeken? Ik ga terug naar boven, ik ga in een van de huisjes. Remuz, jij verkent die grotten wel? Ja. Vanaf wat er dan die andere pad ligt, de andere kant. Ja, zullen we dan dadelijk naartoe gaan? Als het de dag is? Ja. De adventure continues. Als mijn internet niet uitvalt. Oh, spawner! Zombies! Heel veel! Ah! We zijn nu een beetje lekker relaxed tussen de villetjes. Jawel, wat goed. Oh nee, nee, geef niet alles. Hou ook een deel voor jezelf. Geef ook aan anderen. Ja, ik weet wel. Dus gewoon... Hier, Rick. Remuz, als je naar boven komt, is er brood voor je. Huh? Oh, oké. Oké, iedereen doet ook de zaadjes pakken en gelijk alles terugplanten. Want dan kunnen we, als we hier terugkomen, kunnen we alles weer plunderen. Oké, ik heb 2 stacks. Ik heb een music disc. Oh, heb je? Awesome! Dan kunnen we Dave weer... Een music disc! Oh jee. Kunnen we Dave weer... En cocoa beans. Oh ja. Ik weet niet of we dat nodig hebben. Ja, kunnen we koekjes maken. Lekker koekjes. Cacaoboon, daar hebben we toch ook weer... die jungle trees voor nodig. Ja, die moeten we zien wat... Of als we niet... Maar Remuz. Ja? Je weet toch dat Dave die muziek cd's haat? Nee. Hij vindt de muziek vreselijk, dus laat hem niet weten dat we een cd hebben gevonden, want hij gaat die vernietigen. Ik zal hem stoppen. Ik heb er eigenlijk 2, dus. Hetzelfde of verschillende kleuren? Hetzelfde. Oké. Allebei verschillende af. Maar als je die afspeelt, hè, je moet echt op een verstopte plek, want Dave gaat hem meteen zoeken en vernietigen. En mensen, jullie gaan ook niet zijn. Dit is our little secret. Zeg maar gewoon een reactie, you know a secret, Dave. And you will never know. Zeg maar dat. Yes. Maar niks zeggen, hè. Ik vertrouw jullie. Niks zeggen. Jullie zijn alle zaadjes teruggeplant? Juist hier niet en daar. Hier een stak. Oh, kijk, iron. Oh ja, geef maar een stak. Dus jij bewaakt die cd's goed, Remuz? Ik zal het proberen. Oké, verstop ze gewoon ergens onder een kist onder de grond of zo. Ik heb nog geen diamonds. Wel heel veel gold en iron. Die gold kan we leuke dingen mee doen. Ik ga ook in die ene lijn. Nou, ik zit daar vast alles terug te planten. Ik ben benieuwd wat de andere kant van die weg eigenlijk krijgt. Ik ook. En denk er niet te veel over die wiet springen, want dan gaat het kapot. Ja. Ik denk dat alles geplant is. Ja? Ah nee, dan een stukje. Ah, hallo Rick. Hoi. Als we alles hebben geplant. In ieder geval is geen blacksmith. Ah, jammer. Misschien is de andere kant ook nog een village. Of misschien iets beters. Beters, ja. Zullen we nu gaan kijken? Zullen we even wachten? Ga eerst hier planten. Er wordt anders tot dag. Want ja, dat lijkt me ook een beter idee. Zijn hier geen bedden? Nee. Er zijn schapen hier aan de buurt. Kill de schapen. Ze slapen op de vloer. Ik heb schade. Ik heb schade. Ik heb nog zaadjes. Hoe laat is het? Oh, bijna middernacht. Het is 22:30. Ja, dat is niet in het echt. Niet in het echt. Oh, diamonds. Awesome. We hebben nu voor 3 diamond pickaxe. Je hebt zelf nog geen diamond pickaxe, Remuz, of wel? Nee. Oké. We hebben... Hoeveel diamond pickaxe moeten we hebben? Hoeveel zijn we? 5? 5 hè? Ja. Dag. Nee, 6 beter nog. 6. We zijn met 6, dus we hebben 6 pickaxen nodig. We kunnen er nu... Met, als je 3... hoeveel diamonds heb je? Ik heb 4, maar ik ben in lava gevallen en ik ben nu dood aan het branden. Nee! Ik heb nog 3 hartjes, ik weet niet... Oh! Heb je het overleefd? Zeg alsjeblieft dat je... Ja. Oké, ik ga er meteen naartoe, Ik kom naar je toe. Ik overleef het. Kom alsjeblieft terug. Come back! Come back! Oh nee, creeper! Nee! Oh my god, ik word echt bang. Oké, doe, please. Here comes to save the day! Or die! 1 van de 2. Auw. Auw. Oké, nu moet ik springen. Ja? Wat deed je? Ik deed springen van hoge hoogte, dus ik zit even... Nee, dat overleef ik niet in ieder geval. Hoe? Remus, waar ben je? Hier, ik hou niet. Ergens. Kom terug alsjeblieft. Ik doe het gewoon tactisch. Neem de weg terug, ik zit even wat ijzer te verzamelen. Geen enkel damage. Nog meer diamonds. Geen enkel damage. Nog meer diamonds? Jesus. Ja, nog. 3. Au. Zo. Voilà, natuurlijk. Ah, fuck! Oh, coal, dat kan ik goed gebruiken, geef je die coal. Oké, wacht. Welke kant ben je opgegaan? Ik zie zijn naam, in de vloer. Ik ook. Deze kant, waar ik nu heen kijk. Lappies. Ik verzamel de kool even. Wat? Het is helemaal gesplitst hier. Oké. Ik zie je naam. Follow his name. Wat je ook doet, Remus, ga niet naar de vijanden. Ik zie je. Remus, ik ben bij je. Nee. Ik kom eraan. Ik hoor heel veel spawners. Ik hoor heel veel zombies. Remus, heb je wel eten? Ja, hier, eten juist. Ik heb 5 biefstukjes. Oké. Remus, deel de diamanten voor. Als één van ons doodgaat, zijn we niet allemaal kwijt. We zijn met 4, geef iedereen 1 diamond. Of zo, of 2. Ik geef jou gewoon alles. Oké, wacht. Oké. 11 diamonds, Jesus. Oké. Rick, 1, 2. Firelin, 1, 2, 3, 4. Omdat jouw missie is om niet dood te gaan. Fuck. En Remus, 1, 2. En dan heb ik dezelfde 3. Dus je moet even een level. Ik geef jou, wacht, iemand hier, die hier. Zijn inventory is veel, dus hij kan de diamonds niet pakken. Ja. Dank je voor deze. Oh, gooi wat weg. Hoeveel hebben we er in totaal? Cocobeans, geef mij die cocobeans. Cool, iron. Wacht, ik gooi zelf wat dingen weg wat ik niet wil. Ik heb te veel modder. Kan weg. Dit is dat diamonds gegooid? Ja, jij moet de diamonds hebben. Heb je er 4, 5? Ik heb er 6. 6, oké. Hou ze maar. Jouw missie is om niet door te gaan, dus doe je best. Oh, lava. We vertrouwen je. Oh my god, nog meer druk. Blijf van de lava weg. Kent me toch. Er moet een spawner hier ergens zitten. Zoveel zombies gelijk. Ja, daar was ik net. Waar is die spawner dan? Die had ik even afgesloten. Waar is het? Volgens mij... Oh, wacht, nee. Ik denk dat ik een soort van heb gevonden. Ik heb het gevonden. De team van jullie waar ik was. Er komen dan toch zombies. Jongens, ga opzij. Maak het dicht. Ik ga er omheen. Ik ben bezig. Oh, creeper. Oh ja, wauw. Pas op! Creeper! Niet doodgaan! Zombie, fuck you zombie, fuck you zombie, fuck you zombie. Oh fuck, dit is een andere spawner. Voilà. Oh god, dit is een echte dungeon. Oeh, een zadel. Oeh, bewaar die zadel. Zadels. Zadels, hoeveel? Oh, ik pak me. Ik kan mijn vakhaar rijden. Oh, de emmers. Mag ik de emmers? Hé, ik ben level 15. Yeah. Wat kan ik gebruiken? Oh, dat is niet zit nog in de kist. Zit in de... Redstone, no. Ik heb al 3 cocobeans diamonds. Oeh, this is awesome fight, people. Awesome. Oh yeah, I like to move it. I like to move what the hell? En Dave mist het allemaal. Ik moet kool hebben, ga aan de kant, ik heb kool. Ik heb kool nodig, ik moet heel veel steen koken. Oh. Nog iemand is zo te horen level opgaan door dat. Ik ben level 24. Oh my god. Ik was level 25, maar toen had je al mijn experience opgepakt. Dief. Kon je maar experience sharen. Oh, kijk, nog meer ijzer. Onder redstone. Wel heel chic met die dungeon. Hey, zou ik even misschien iets leuks maken met die dungeon hier? Zoals gewoon, wat? En toch gewoon allemaal kunnen makkelijk killen. Dat we de items krijgen van ze. Oké, dus maak ik dat gewoon zo dicht. Waarom gaan we eigenlijk niet gewoon verhuizen en gewoon hier wonen? Ja, dat we daar nu een mooi huis en alles hebben gemaakt. Ja. Dus even, oké, Firelin, kan jij even eruit gaan? Deze gang gaat dicht. Oké, is goed. Ik ga hier luxe maak ik even. Nu is mijn hele inventory vol. We zijn er bijna bij de bodem, zie ik. Dan kan ik, wacht, die weg. Van hier. Dan deze. Goed. Dicht, dan kan je gewoon lekker hier slaan. Hier. Blijkbaar lek ik. Lek je? Oh, wacht, nu de kisten nog even mee. Ja, dat je niet zo'n icoontje ziet of zo, zo'n animation, dat hoe ver de kist kapot is. Dat zie je juist niet. Oké, nu de tijd voor de spannen. Te activeren! Wil je weten wat mijn frames zijn? Wat dan? Het was net even 120. Oké, ik heb een spawner gemaakt. Hier, zombies. Kom hier. Kom dichterbij. Oh, wacht. Laten we die nog even kapot maken. Ja. Wie wil? Ja, gewoon wachten tot we als creepers spawnen. Opzij. Archery training. Archery training. Wacht, hier is nog kool. Holy shit, dat is veel aan. Een van de zombies houdt een torch vast. Hahaha, serieus? Oh, dat is zeker die torch wat ik heb net kapot had geslagen. Lol. Ja, ze rapen nu dingen op, hè. Zoals enemies. Ja. Als ze er overheen lopen, rapen ze het op. Maar ik maak het gebied wel even wat groter. Tot zo wat. Oh, fuck, waar komt het water vandaan? Een watersource hier. Uitschakelen. Uitschakelen. Uitgeschakeld. Gewoon even, hoe meer ruimte ze hebben, hoe meer er spawnen. Dus oké, nu even weg, want het is gevaarlijk wat ik nu ga doen. Oké. Firelin. Wacht, dit moet dicht. Ja. Ga weg, ga weg, ga weg! Rick, do you want to get yourself killed? Ze zijn allemaal al dood hoor. Weet ik. Oké, en dan snel dat zo. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg! Ik kan geen blok oplaten! Oh, I'm so sorry, man. Oh, ik heb een gang van boven ook. Oh. Huh, wat is daar boven? Er is ook nog een tunnel. Het moet donker daar binnen zijn. Zie donker. Dat is de reden waarom ik daar één vakje heb gemaakt. Gewoon dat daar binnen pikken donker is. Wat doe jij, Remus? Ja, Remus, wat doe je hier? Ik bewonder het uitzicht. Bewonder het uitzicht. Waarom spannen ze niet? Spanje, stomme Spanje. Oh, what the fuck. Ja, what the fuck? No! Oh, nee! Nee! Rick, ik mag niet doodgaan. Goddammit. Waarom spannen ze niet? Oh, okay. Geef ons potatoes. Ik ga ze een echte keer weer zo'n maaltrap maken. Dat duurt maar 2 uur. Ik ga denk ik eens naar die andere pad gaan. Ja, ik ook. Misschien is het daar patatten. Ik ga hier omhoog. Als jullie op zijn gaan. Gewoon ga je daar gewoon heen. Oh, je was de lava vast. Weg uit eigenlijk. Oh, ja, oké. Nou ja. Voor ons. Ik volg jullie gewoon. Dit is een lange weg omhoog. Iemand is gevallen. Hé, nee, Rick moet nog naar boven, jij. Rick? Oeh. I'm trying to help you. I'm trying to help you. Dat is niet echt... Oh, wacht, neem de treinspoor mee. Hé, mensen, neem de treinspoor mee. Dit ziet er awesome uit. Neem alle treinsporen mee. Ik vind het best wel awesome uitzien wat ik hier zie. Ik moet wel plaatsmaken. Hek weg. Jongens, dit ziet best wel awesome uit, vind ik. Wat? Dit ook. Wat? Dit hier. Diamonds. Oh ja. Heb je diamonds gevonden? Ja. Oh, hier al. Lucky bastard. Neem alle treinsporen mee wat jullie kunnen. Maar fuck, mijn pickaxe is kapot. Wie heeft dan een pickaxe voor me? Ik heb zelf één. Neem alle treinsporen mee, dat is verdomste handig. Want weet je hoeveel ijzer dat kost allemaal om die treinsporen te maken? Veel. Ja, dus free treinsporen. Nog een diamond. Oké, gold. Oh, kist! Ja, dammit. Ik wil mijn... Diamond! Zit dat diamond? Fijn, ik heb een schep aan de kant. Okay, diamond in de kist, diamond in de kist. Awesome. Inventory is vol. Oh, hier is ook een kist. Zit hierin. Oh, kool. Pumpkin seeds. Maar mijn inventory is vol. Gold. Wat zou ik het pakken? Heb jij toevallig een extra pickaxe bij je? Pompoenpit. Nope. Ah. Oké, zullen we naar boven gaan? Ja, best, want ik hoor hier zombies en al en I don't like that. Ik verzamel deze treinsporen nog. Dadelijk vinden we echt de weg niet meer terug, jongens. En dat kijk, ik doe gewoon slash home. Gebeuren. Kun je niet slash home? Ja, maar hoe vind je dan nog de weg naar deze voetpad? Ik weet nog. Ik ga gewoon... Ja, weet je wat? Ik ga gewoon... Ja, ik weet het ook niet. Oké, wie wil bij mij even een weg omhoog mijnen? Weet je wat? Spawner! Is hier nog een spawner? Spawner! Spinnen! Oké, ik kom eraan. Pas op! Ah, fuck, fuck. Cut hem, cut hem, cut hem. Zadel, wiet, zadel, gunpowder. Wat staat hierin? Een ijzeren emmer. Mijn inventory is vol! Fuck! Gunpowder? Ja. Wie kan er nog een emmer? Ik kan een emmer. Oké, pak hem dan, Rick. Al moet ik jullie vinden. Ik kan nog alleen maar treinsporen verzamelen. Dus één kan mijn inventory is compleet vol. Of moet iets weggooien? Dat is dan weg. Modder weg. Oké, ik heb nog twee plekjes vrij. Ik raap die gelijk weer op. Oké, ik heb de zadel en de emmer. Oh, daar zijn jullie. Ik heb de zadel en de emmer. Damn, dit is een fantastic find, niet? Zeker. Zullen we nu maar eens gewoon teruggaan? Naar dat pad, ja. Ja, en hoe gaan we dat doen? Want ik heb geen pickaxes meer. En mijn inventory is vol. Ik heb pickaxe, maar die is bijna kapot. Oké, zullen we gewoon een weg omhoog mijnen? Wie een volle pickaxe heeft? Hm? Wie kan er een weg omhoog mijnen? Niet omlaag, omhoog. Ik wil dit nog even... Diamond! Ik heb diamond gevonden! Diamond! Oeh. Ik kan geen diamond mijnen. Damn. We hit the jackpot! My precious. Wat is hier? Hier zit... Ik heb... Oh, weer een dungeon! Weer een dungeon! Weer een dungeon! Touch, touch, touch! Oké. Hm? Zit hierin? Brood, wiet, kakkelbonen. Niet wiet. Brood. Wat kan ik hiervoor? Ik heb dus nu 11 diamond. Ik heb er 3. Ik heb er 6. Oh god, we kunnen daar nog iedereen diamond armor nog geven als het zo doorgaat. Ja. Ik wil het nog doorzoeken. Ja, dit gaat te goed. We gaan even doorzoeken. Oh, kijk, gold. Maar ik heb zo'n gevoel dat we straks allemaal in één keer worden opgeblazen door een creeper en dat is alles weg. Ja, zullen we beter teruggaan? Dat doe ik meteen slash home. Ja, ik ook. Slash home. Iedereen ook? Slash home? Ik pak even deze rails. Ja, doe maar, kunnen we goed gebruiken. Ik doe slash home. Ik heb liever als ik groen aan het broek ben. Oké. Wat? Dus ik ben nog de enige hier. Oké, iedereen diamonds in de kist stoppen in de special kist. Alle diamonds in de special kist. Zo, ik heb er zit er nu 12 in. Ik ben benieuwd als iedereen de diamonds erin stopt hoeveel dan we hebben. Nog met mij erbij. Ja. Waar is iedereen? Slash home. Ik zie Remus. Oké, ik doe slash home. Zit Remus te doen. Ze spullen sorteren. Oké. Gold sword. Ik doe mijn diamonds er nu in, hè. Mag ik jou wat van 23. 23. 23. Anders Remus, geef je diamonds, dan stop ik ze erin voor je. In totaal hebben we nu 29 in de kist. Thank you. Oh jee, ik heb echt... Firelin, hoeveel diamonds had jij? 6 en nu zijn we 29. We hebben 29 nu. 31 nu. Dat is onze totale fight. 31. Oké, wacht. Oké, Remus, verstop jij ergens jouw CD? Dat heb ik al gedaan. Oké, hopelijk niet zomaar in een kist. Nee. We zijn wel dom. Als Dave op het filmpje kijkt. Ja, ik denk. Nee, Dave kan ik. Hij kijkt het niet. Hij kijkt het niet. De mensen moeten gewoon, de kijkers alsjeblieft stil zijn, niks tegen hem zeggen. Want ik wil hem later bij de volgende opname verrassen daarmee. Maar gewoon, dan maken we gewoon zo'n disco en dan nodig hem uit. Ja, gewoon een disco, maar de cd-spelen moeten we wel verstoppen ergens in de grond. Ja, af en toe gewoon overal van die cd-spelers gewoon onder de grond, omdat hij niks door heeft. Ja, dan moet hij... De hele vloer! Maar dan moeten we echt veel diamonds hebben voor dat te maken. Ja. Dat is wel zo. Ja. Oh, daar heb ik het een goed helemaal idee. Als je dat ding nou onder mijn pressure plates neerzet... In mijn huis. Dat doen ze onder zijn huis. Oh, dat wordt leuk. Is dat een enderman? Oké, waar is hout? Zit hij nou met dirt badsex of zo? Wat? Nee, wat de fuck, dude? What the fuck? Hij trilt helemaal. Oh nee, dan zit hij vastgeclitcht. Ja, ik zit. Wat denk je wat hij zit te zeggen? Oh ja. Oh, blokje morg. Oh ja. Ah. Net meer Lucky Enderman. En ik vind het geinig, wij lezen gewoon de vissen naar die Enderman te kijken van... What's up, dude? Do you wish to join me? No. Nee. No, nee. Thank you. Fuck you. Oké, maar ik vind het wel goed. Ik heb meer dan genoeg opname van Rick. Wat? Ja? De volgende aflevering zullen we Dave een beetje pesten. En de andere pad zoeken. Kijken wat er is. Volgende keer gaan we het andere pad zoeken. En my quest is completed. You made it without dying. Quest completed. Woo! Oh yeah, aha. I like the movie. Ik doe wel zo'n achievement ding op het scherm tevoorschijn laten komen. Oh yeah. Keep it acquired, not dying. I like the movie, move it. I like the movie, move it. Oké, nu voor de laatste keer, behalve Firelins huis en Peters huis, housecheck. Niks veranderd. Nope. Ik denk alleen maar nog niks is veranderd. Ik zou niet alleen bij mij. Eens kijken wat bij jou is gebeurd. De vloer moet je nog doen, hè? Wat voor vloer ga je doen? Ik zit daar tussen wol of een ander soort hout. Een ander soort hout. Maar dat is misschien wol. Of steen. Wol. Of steen. Ik ben bezig met steen. Wat doe je hiermee? Doe je de dak misschien wat hoger maken? Doe je dat misschien? Of laat je ik verander het later. Okay. Ik verander het later. Ik moet hier nog een verder zo maken. Maar goed, we gaan volgende keer verder, dus wat zijn jullie aan het doen? Zeg dag tegen mijn kijkers. Doei. Salut. Ik zeg Firelin. Ah, ja. Salut boys en girls.